Hoi lieve kinderen, vandaag hebben juf Monique en juf Ellen de plantjes mee naar huis genomen. Omdat er bijna niemand meer op school is en de plantjes een beetje te veel dorst hadden gekregen. Hebben besloten om ze veilig mee naar huis te nemen. Want hier zo kunnen we ze goed verzorgen. Vandaag ga ik jullie leren hoe we de plantjes gaan verpotten. Verpotten betekent dat we de plantjes in een grotere pot gaan zetten. Zodat de wortels meer ruimte krijgen om te groeien. Kijk maar mee. Voor het verpotten hebben we verschillende dingen nodig. We hebben aarde nodig, potgrond. We hebben handschoenen nodig. Potjes. Een schep. Gieter. En de plantjes. Potgrond. Handschoen, pot, gieter, schep, plantjes. We beginnen met de handschoenen aandoen. Maak een beetje ruimte en zet wat potten neer. We hebben grote potten nodig. Een grote pot. En kleine potjes. De grote planten moeten in een grote pot. De kleine plantjes kunnen in een kleine pot. Dan pak je heel voorzichtig de plantjes. Met je vingers goed langs de zijkant van de pot. De plantjes eruit halen. Heel voorzichtig. De wortels zijn al een beetje alle kanten opgegroeid. Kijk, dit zijn de wortels. De wortels. Maak je een kuiltje. Zet de plantjes erin. Een beetje aandrukken voorzichtig. En dan pak je de gieter. En dan stop je er water bij. Niet te veel, want een plantje is geen vis. Zet je die even opzij. En dat herhaal je met alle plantjes. Dat was de eerste bak. Dat ga ik ook nog even doen met de andere bakken. Zo. En dan zitten ze allemaal in een potje. Maar het is nog wel een rommel. Dus nu moet ik even gaan schoonmaken. Ben ik al klaar met schoonmaken? De tuinslang vergeten. Kijk. Daar staan alle plantjes op een rij. En nu maar goed verder groeien.